Hoewel het hoofdtoernooi van Wimbledon opnieuw een brug te ver was, is Matwee Middelkoop in Breda een local hero. De tennisser gaf daarom woensdag een clinic voor de jeugd. Hij is toch de nummer 260 van de wereldranglijst. Het is niet zomaar iemand. Spannend, ja. Een bekende tennisser op de baan maakt indruk op kinderen. Behalve dat Middelkoop het graag doet, wil hij ook de tennissport helpen. Topspelers zouden volgens hem vaker clinics moeten geven. Ja, kinderen moeten voorbeelden hebben. Zoals ik dat had met Schalken, met Haarijzen, Eltingen. Hebben dat met Haarzen of Zeisling en lokaal gebied Iktanden misschien. En daar draag ik mijn steentje aan bij dan. Een goede jeugd is misschien hard nodig. Want op Wimbledon heeft Nederland momenteel 1 speler in de tweede ronde. 5 zijn er al naar huis. Maar volgens Middelkoop moeten er geen voorbarige conclusies worden getrokken. We hebben 3 top 100 spelers. We hebben 2 top 100 speelsters. Oké, ze verliezen. Nou ja, boeien. Ik bedoel, er zijn nog zoveel toernooien. En ik denk dat er nog eentje misschien wel tot de top 30 gaat doorbreken. Dus, Matwee Middelkoop probeert zelf ook nog altijd de top 100 binnen te komen. Winst van Breda Future levert hem weer punten op voor die wereldranglijst. Ik probeer al jaren dit toernooi te winnen. Hè. Ik ben nooit verder dan de halve gekomen. Dus dit jaar moet het gewoon gaan. Hij heeft er in ieder geval weer wat supporters bij. En na afloop van de tennisles mochten die ook nog wat vragen stellen. Wat heb je gisteravond gegeten? Ik heb hier een hamburger op met bitterballen. Oh. Ik ben geen goed voorbeeld, zeg maar.